Staat Nederland over een paar jaar onder water? Laten we eens in de toekomst kijken. Hoe ziet Nederland er over 100 jaar uit? Dit is de Universiteit van Nederland. 1 op de 5 Nederlanders is bang dat ons land over 100 jaar onder water staat. Door al die berichten over zeespiegelstijging en overstromingen is dat helemaal geen gekke gedachte. Mensen maken zich zorgen over klimaatverandering. Waar we vroeger klimaatontkenners hadden, hebben we nu steeds meer klimaatwanhopers. Zeker onder jongeren is dat een groot probleem. Het woord klimaatdepressie staat tegenwoordig zelfs in de dikke vandalen. Ik ben klimaatonderzoeker en ik begrijp heel goed dat mensen zich zorgen maken. Maar gelukkig is er ook goed nieuws. Er zijn volop oplossingen beschikbaar. Maar daar is wel een lange termijn perspectief voor nodig. Ik heb het niet over morgen of over 20 jaar, maar ik heb het over de komende 100 jaar. Laten we zeggen het jaar 2120. In 2120 zal Nederland er heel anders uitzien. We hebben meer ruimte voor water en natuur, groenere steden en 2 keer zoveel bos. Het is een mooi vooruitzicht, maar dat gaat niet vanzelf. Als we dit toekomstbeeld willen bereiken, moeten we daar vandaag mee beginnen. En dat vraagt om grote investeringen. Maar die investeringen gaan ons heel veel opleveren. De lucht en het water worden schoner, er komt veel meer groen in je omgeving en mensen worden gezonder en gelukkiger. In dit college zal ik jullie vertellen hoe die hoopvolle toekomst eruit ziet. Voordat ik ga uitleggen hoe we dit kunnen bereiken, zal ik maar direct ons toekomstbeeld laten zien. Dit is de kaart van Nederland over 100 jaar. Nou ja, als het aan een groep Wageningse onderzoekers ligt tenminste. Je zal er even aan moeten wennen, want de kaart is namelijk gedraaid. Dat hebben we met opzet gedaan, om je een nieuw en ander perspectief te bieden op Nederland. De uitdagingen waar Nederland voor staat, vragen echt om een ander perspectief. En er zijn 2 dingen heel belangrijk voor een toekomstbestendig land. Ten eerste moeten we ons gaan aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering die we nu al zien. Denk aan de stijgende zeespiegel, toenemende kans op overstromingen en langdurige perioden van hitte en droogte. En ten tweede, een hele belangrijke, moeten we voorkomen dat de gevolgen van klimaatverandering erger worden. Door de uitstoot van broeikasgassen heel snel terug te dringen. En dat lukt niet alleen met technische oplossingen zoals zonne- en windenergie en elektrisch rijden. Als we dit willen bereiken, moeten we vooral ook gaan samenwerken met de natuur. Onze bodems, onze bossen en onze rivieren zijn onze belangrijkste bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. Als de natuur weer herstelt, gaan we ook zien dat de biodiversiteit, de diversiteit aan planten en dieren, weer gaat toenemen. En gaat het goed met de natuur, dan gaat het ook goed met ons. Al die technische en natuurlijke oplossingen samen vormen deze nieuwe kaart van Nederland. Maar wat is er nu precies anders? Om dat nog beter te laten zien, neem ik jullie mee naar het lab. Hier heb ik de kaart van Nederland anno nu. Die zullen jullie wel weer herkennen. Maar hoe komen we nu van deze kaart naar die visie voor 2120? Nederland bestaat niet alleen uit land, maar voor een groot deel uit zee. Laten we daarom beginnen met de Noordzee. We gaan heel veel groene energie produceren op zee. Denk aan windmolenparken en drijvende zonneparken. En op dagen dat de zon enorm schijnt of het heel hard waait, kunnen we zelfs meer energie opwekken dan we op dat moment nodig hebben. Die energie kunnen we opslaan in de vorm van waterstof. En daarvoor hebben we waterstofhubs nodig, die we ook in zee plaatsen. We gaan ook veel meer voedsel produceren op zee. Denk aan mosselen, oesters en zeewier tussen de funderingen van die windmolenparken. Hierdoor kunnen we een deel van de landbouw naar zee verplaatsen. En daarmee kunnen we de landbouw op het land deels ontzien. En door de hogere watertemperatuur van de Noordzee kunnen we ook de gestreepte dolfijn steeds vaker begroeten. De kust zal in de toekomst een stuk breder worden. We gaan er natuurlijk van uit dat we alles op alles zetten om de klimaatdoelen van het Parijsakkoord te halen.
En daarmee gaat de zeespiegel maximaal 1,5 meter stijgen. Dat kan onze kustverdediging aan. Maar daarvoor gaan we de kust wel laten meegroeien met de zeespiegelstijging. We krijgen dan bredere duinen en op sommige plekken zelfs dubbele dijken. Tussen die dijken kun je dan groenten verbouwen. Die kan groeien op wat zoutere grond. Bijvoorbeeld lamsoor, zeekraal of de zoute aardappel. En landinwaarts gaan we onze rivieren veel breder maken. Dat helpt bij het voorkomen van overstromingen. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hoge rivierafvoeren. Daarmee neemt de kans op overstromingen toe. En dat kun je niet oplossen met het eindeloos ophogen en versterken van onze dijken. We gaan daarom onze rivieren veel meer de ruimte geven. Dit geldt zowel voor de grote rivieren zoals de Rijn, de Maas en de IJssel, maar ook voor de kleinere rivieren. Door al die ruimte voor water en natte natuur keert een oude bekende zelfs terug naar Nederland. De kroeskoppelikaan. In de Romeinse tijd kwam hij nog volop voor in Nederland, maar door het verdwijnen van natte natuur verdween hij. Het meeste water wordt afgevoerd via de IJssel naar het IJsselmeer. Dat wordt onze belangrijkste zoetwatervoorraad. En een van de grootste kunstmatige zoetwatermeren van Europa. Zoetwater kan hier vandaan gehaald worden in tijden van droogte. Ook maken we er meer eilandjes en zo creëren we meer ruimte voor natuur. We creëren daarmee meer leefruimte voor planten en dieren. En waar paradijs voor broedvogels. Ook de landbouw gaat er straks heel anders uitzien. Daarvoor moeten we heel goed gaan kijken welke plek in Nederland het meest geschikt is. In Nederland hebben we veel verschillende soorten bodemtypes. Zandgrond, veenweidegebied en klei. Onze meest vruchtbare gronden zijn de kleigronden. Die liggen hier in Zeeland, Noord-Holland, Groningen, Friesland en Flevoland. Die moeten we dus ook optimaal gaan benutten voor de landbouw. We gaan die kleigronden inzetten voor plantaardige voedselproductie. Een gezonde bodem is essentieel voor het produceren van gezond voedsel. En ook ons veenweidegebied wordt volop gebruikt voor de landbouw. Deze gebieden gebruiken we veelal voor de melkveehouderij. Simpel gezegd, er lopen daar koeien in de wei. Deze gebieden zijn nu nog een bron van CO2. Hoe dat zit? Omdat die koeien niet op te drassige grond kunnen lopen, pompen wij het waterpeil in deze gebieden actief naar beneden. Hierdoor verbrandt het veen en daar komt CO2 bij vrij. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van 2 miljoen auto's. En bovendien leidt het tot bodemdaling. Het veenweidegebied zakt wel met 1 centimeter per jaar. Je kunt je voorstellen dat dat niet handig is in combinatie met zeespiegelstijging. Want ja, hoe lager je land, hoe makkelijker het overstroomt. En daarom gaan we deze veenweidegebieden op grote schaal natter maken. Daardoor houden we CO2 vast in het veen en gaan we de bodemdaling tegen. En in plaats van koeien te laten grazen, gaan we daar andere producten verbouwen. Zoals biobased bouwmaterialen. Denk aan de plant de listdodde. Die groeit heel goed in natte omstandigheden en die kunnen we gebruiken om gebouwen mee te isoleren. Ook weer duurzaam. Goed, ik heb het nu vooral gehad over problemen rondom wateroverlast. Maar daarnaast hebben we steeds vaker last van langdurige periodes van droogte. Daardoor krijgen we juist watertekort. In de hoger gelegen zandgronden zoals Brabant, Limburg en de Achterhoek hebben we juist problemen dat het water heel snel in de grond zakt. En het slecht wordt vastgehouden. In tijden van droogte levert dat grote problemen voor de landbouw en natuur. En het leidt soms zelfs tot natuurbranden. Op de zandgronden moeten we daarom juist het water veel meer gaan vasthouden. En daarom gaan we de hoge zandgronden inrichten als spons. We gaan elke druppel water vasthouden op de plek waar het valt. En beken en kleine rivieren op een natuurlijkere manier inrichten. Dat brengt me tot mijn laatste punt. De Nederlandse steden. We moeten in Nederland nog duizenden nieuwe huizen bouwen. En die gaan we vooral bouwen op niet kwetsbare plekken. De hoge zandgronden zijn daar uitermate geschikt voor. Mocht de zeespiegel toch te veel stijgen, dan zitten we hier veilig. En dat bouwen, dat doen we steeds vaker met hout.
Want Nederland heeft straks 2 keer zoveel bos. Maar daarnaast is bouwen met hout ook een ideale manier om de CO2-uitstoot te verminderen. Bomen nemen CO2 op uit de lucht en leggen dat vast in de boom. En het mooie is, als je die boom gebruikt om ermee te bouwen, dan leggen we de CO2 vast in het gebouw. Je gebouw wordt daarmee een opslagplek van koolstof. Goed, we begonnen dit college met de vraag, hoe ziet Nederland er over 100 jaar uit? En als je alles wat ik in dit college heb besproken doorvoert, dan gaat Nederland er over 100 jaar van dit naar dit. Nederland zal er dus compleet anders uitzien. Maar dat hoeft dus helemaal geen doembeeld te zijn. Als we ons land op de juiste manier gaan inrichten, kan het nog steeds een fijne plek zijn om te wonen en te werken. En tegelijkertijd kunnen we de negatieve gevolgen van klimaatverandering vermijden. En die toekomst die begint met de beslissingen van vandaag. Ik wens je een groene toekomst.